Jan Schellekes kreeg er een tegel op de Tilburgse Walk of Fame. Vandaag kreeg Ruud Vreeman er ook een. Ach, we zijn nu allebei zwervers, grapte de oud-burgemeester. Vereerd? Ja, dat vind ik heel erg leuk. Het is een heel leuk initiatief, vind ik, dat mensen die in Tilburg bekend waren, of ze nou hoog in de boom zaten of dat ze gewoon van op de straat. Dus ik vind het leuk en ik vind het ook leuk dat ik daarbij hoor. Ik werd net ook al even gevraagd, maar hoe wilt u herinnerd worden? Nou ja, ik heb gezegd, ik ben gewoon een hele, vind ik zelf wel een gewone aardige man. Ik heb mijn best gedaan. En je moet het ook allemaal niet groter maken dan het is. Ja, want was u verbaasd toen u toch hoorde dat u de tegel toch kreeg? Nee, ik heb me daar helemaal niet zo mee bezig gehouden. En toen ze het met mij uitnodigde, vond ik het prima. En als het niet was gebeurd, had ik het ook prima gevonden. Ruud Vreeman nam maandag in de regen officieel afscheid als burgemeester van Tilburg. Behalve een tegel op de Walk of Fame kreeg Vreeman ook een gouden legpenning voor zijn verdiensten voor de stad.